En alles gebeurt om een reden. 15 seconden zijn voorbij. Oh man, dat is geen eerste. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik moet zo meteen naar een afspraak doen wat te maken heeft met de toekomst van YouTube. Het is wel belangrijk iets wat geregeld moet worden en dat ga ik zo meteen regelen. Ik zal niet al te veel vloggen vandaag in het begin van de dag dan, omdat ik best wel druk ben in die periode. Ik moet veel dingen regelen en dan is het ook nog moeilijk om tegelijkertijd te vloggen. In ieder geval, ga gewoon mee. Dus volg. Yes mensen, het is een beetje later op de dag, maar er is niet veel gebeurd. In ieder geval, ik sta nu weer in de file, onderweg richting huis. Ik moet echt nodig naar de wc, jongen. Oh, Mikado. Shit, en het is groen, dus ik moet gaan rijden. Maar blijf gewoon kijken. Volg! Racen tegen de klokken, ritme wel voor mij. Ik sla mijn koffie achterover, dat is mijn drink ontbijt. Pikkel, e-mail van Pim en ben geprikkeld. Schrijf een stukje compleet in mijn gedachten, ontwikkeld. Voorlopig op de werkvloer, ik heb het te verduren. De minuten lijken uren te duren, ik maak overuren. Voorlopig nog geen shows van mij, nu nog een loon voor mij. Hou ik de klok niet in de gaten, is het zo voorbij. Ooit win ik de loterij, financieel onafhankelijkheid voor nu een droom voor mij. Ik zit vlog naar het weekend, door weer even los. Zorgeloos het weekend, al meteen nooit. Maar verloop op elke dag hetzelfde liedje. Opstaan als de wekker gaat. Doe alsof ik lekker ga. In mijn dagelijkse steun. Elke dag hetzelfde liedje. Opstaan als de wekker gaat. Alsof ik lekker ga in de dagelijkse sleur. Moet je vakken vullen, om je zak te vullen. Of moet je burgers flippen, ga niet ego trippen. Kom je moeilijk rond met je studiefinanciering. Dit is echt wat ik haat van auto's. Ik mis van autorijden, ze in de file staan. Ah, en ik moet zo nodig naar de wc. Normaal gesproken rijd ik het stuk in één keer door. Oh. Ik zweer, als hier een flesje lag had ik erin geplast, maar... Oh god. Yes mensen! Nou, ik ben net even heel snel naar huis gegaan om mijn normale camera te pakken. Ik zie dat er weer te veel licht is, ik ga wel even hier staan. Mijn normale camera te pakken, ik ga nu richting Smijn. Want daar moet ik wat printen, die bezwaar moet ik printen en opsturen. En ja, dat is wat ik nu was goed. Gaan we zo even naar de stad toe. En ja. Maar je bent lelijk. Dank u wel. Lelijk. Is die aangesloten op de printer? Ja. Maar dus als ik een printer druk, gaat hij automatisch printen? Ja. Rustig jij. Aha, aanvallen! Ja! Hey! Zie! Dit hey, het. Waar zijn jullie? Waar? Kom. Waarom is hij niet zo rustig als deze rookie? Bijna alleen maar. Rookie zit zo rustig met mij. Hij kijkt ook naar tv. Ja, ik weet. Normaal gesproken staat hij gewoon voor de televisie te kijken. Hoe rollen? Hij zit altijd naar de auto te kijken. Als hij naar rechts gaat, of naar rechts, als hij naar links gaat, of naar links. Rookie is beste kat ooit, gek. Maar kijk hoe goeie. Nee, ga je mij niet geven. Ben je gek? Geef Rocky aan mij, man. Rocky gaat best vriend van mij worden. Ben je gek? Rocky! Alleen als ik het procenten krijg ook. Hè. Kijk hoe die dat chillt. Kijk. Tuurlijk! Hij leeft hem, jongen, deze kat. Kijk wat ze hem te eten geven. Ze geven hem gewoon. Gewoon kipvleugels. Hij krijgt melk, hij krijgt brokjes. Hij krijgt alles. Kattenvoer. Laat hij gewoon niet als een Marokkaans kat gewoon. Hij heeft een goede leven voor deze kat. Maar hij zou bij mij betere leven krijgen. Jij bent gek. Ja, natuurlijk. Rocky. Weet je, kijk zo. Wat doen deze dommen? Hey, Rocky. Bismillahirrahmanirrahim.
gewoon lachen. Zeg Allah. Allah. Lauwakker. Dus je moet ook kijken naar wie zijn die echte van nature lekker. Dan kun je ook kijken. De pechgolf is gewoon de zee. De man loopt alle geheimen. En dat doet hij niet alleen om zijn ego te stutten, maar dat doet hij misschien ook gewoon omdat hij met al die gemisten krabbelt. Ja, ik ben nou ja, wij hebben hier eigenlijk een pechgolf, Buma, uit Slot, mooi weer uitgezet. Het is natuurlijk wel beter van Den Haag, die man met de vele dunne bodem, afgepakt. Mijn broek. Je zou het enige nog kunnen nadenken waarom de oppositie dit zou kunnen doen, is dus of vanuit het geweten, of dat je denkt, ik ga lekker tikkie stoken in de coalitie. Dan doe ik het van En aan de rand een zaak die later teruggedraaid werd omdat de mevrouw die het betrof toch niet zo heel zeker was als ze het wel wilde. We zijn er weer even aan het kijken voor op tv. Zoals jullie weten heeft TVBox mijn tv gefixt. Alleen moet ik even... Maar ze hebben hem niet gefixt. Ik heb inboedelverzekering, weet je. Dus ik kan even voor een nieuwe tv gaan kijken. Ja, zijn samen gaan met Shaquille O'Neal. Die grote mastodont die naast hem stond. En die hem hielp om kampioenschappen te verwezen. Deze koop ik. Maar ik koop deze van mij. Spelen dan om met Phil Jackson te werken. Phil Jackson zei wat, die man is niet de coach. Maar ik koop deze van mij. Hij is nu aan zijn 20ste seizoen. 20 seizoenen lang. Hij is wel zo met die dingen. Ja, vier seizoenen speelde hij helemaal. Dus ga je die voor mij alles maken? Dan ben je de beste neef van de wereld. Als ik heel veel geld heb, ik jou 3 tv's gegeven, maar het is mij geen geld. Het is mij ook niet eens 500 euro tv voor mezelf. Het laatste seizoen daarna. Waarom jij zeggen dat? Je kan het gewoon kopen. Waarom moet je liegen? Hij heeft zoveel geld, deze man. Alleen hij doet het alsof hij geen geld heeft. Zie je? Je gaat denken, deze man, Kievers, deze man. Je gaat denken, Kievers, hij heeft geen geld. Je weet niet, deze man is bak, hij is benen. Je weet nog niet wat voor auto's hij rijdt. Undercover, zijn met die bril, zo jullie denken van, oh, deze jongen heeft niks. Heeft genoeg, meer dan dat ik heb. Oh, deze koop voor mij is mijn. Haal deze voor mij. 15.000. Geen prijs zo laag. Geen prijs zo laag als de prijs van vandaag. Waarom moet je liegen? Want die prijs is veel te hoog. Die prijs is zo hoog dat die prijs gewoon loopt. Ja? Kijk die kikker, hij lijkt op jou. Hij is wel gevaarlijk, ja. Dan moet je denk ik Mayweather even een DM gaan sturen. Micho gaat deze kapot gooien. Ik gooi hem dan kapot. Als hij deze kapot gooit, gooi ik hem kapot. Ja, braaf, je hebt het gehaald. Ja? Ja, voor die prijs mag het ook wel heel gevaarlijk zijn. 4K. Kijk, een luiaard. Dat is mijn, wat doe je op tv? Snakes. Slang om je heen. Lijkt op die slang. Kijk, dit soort ruimtes. Ben ik altijd bang om naar binnen te gaan. Weet je waarom? Ze gaan mij iets aansmeren. Dan loop ik weg zometeen met een tv die ik niet eens nodig heb. Maar kijk, wat is dit dan? Je kan deze ding besturen met joystick. Kijk, Xbox joystick. Probeer eens. Kan je hem sturen? Stuur je hem nu? Zijn we zit Netflix op. Dit is Atletico tegen Barca. Dit beeld is wel gevaarlijk, man. Ken die beeld? Oh, weet niet. 2000 euro. Het lijkt alsof je daar gewoon bent. Hé, hey, wanneer was dit? Was vorig jaar. Was dit vorig jaar of is dit... Nee, dit was laatste. Nee, man, dit is vorig jaar, man. Ik zie Pinto in goal. Pinto zat al lang niet meer in goal. Hip hop Pinto. Wie scoorde hem? Godin. Godin, je bent lelijk. Kijk haar, zij flipt. Nee! Je ziet gewoon die sprongt als zakken, man. Het is gevaarlijk, hè, deze beeld. Ze gaan hem nu scoren. Oh. Je is ook gevaarlijk, hoor. Huh? Ja, man.
Ze heeft iets meer neutraal gevoel, zeg maar. Kijk, Pinto gaat mee, kijk, Pinto gaat mee. Wanneer Smijl ambassadeur is, dan ja. Daarmee wordt ambassadeur. Smijl wordt ambassadeur. Van? Maakt niet uit. Daar komt de Lahai Foundation. Golfstaten, maakt niet uit. Het was een pijnlijk moment, mensen. Kijk, Arda Turan speelde nog bij Atletico, hij ging huilen op het veld. Zag je dat? Was dit voor de beker? Volgens mij was dit voor de beker of iets, kwalificatie. Je gaat misschien een paar tranen zien. Hey, nee. Bro, oh, je bent bezig met... Je bent nog steeds bezig, man. Oké, okay, we moeten... Oké, okay, ik heb een script. Mag hey, wie zei dat? Huh? Hey, wie ben jij? Wie is hij? Dit is YouTube, Mattie. Oh, het is YouTube. Hij is die man. Dat is die lelijkheid, man. Van het internet. Yo, praat over mezelf. Mag ik wat zeggen? Je mag zeggen. Het is vandaag... Wat is de datum vandaag? 12? Ja, 12. 12 november, donderdagavond. Kijk om je heen. Het is een mooie avond, mooie dag. En alles gebeurt om een reden. 15 kijk. Seconden zijn voorbij. Oh man, dat is geen Instagram. Instagram. Dat is geen Instagram, hoor. Nee, man. I put you on the spot. Jullie dan weten heb ik hier geen niet. Tekst meer voor. Voor de mensen die het nog niet weten, Vince, we komen uit mijn wijk, gek. Jongen, wij zijn wijk. Buurjongens, zo alleen, bad, wij zijn lui, wij doen niks samen. Maar hé, hey, we hadden een foto gepost. Ja, die kijk, niet die dingen acht schaald, weken. Hè? Luister, deze foto. Ding. Hij staat nog steeds online. 8 weken geleden, of misschien alweer 9 weken geleden. Maar het gaat erom dat wij nog 200 likes op mijn pagina. Dan zouden we samen wat maken, je weet toch? Dus check we it. We maken nu al wat samen, hoor. Ik weet oh, niet we zijn al bezig. Oh. Huh? Ja, toch? Huh? Wat gebeurt er nou? Wat oh, broer? Hoe heet jij? Hey. Hey, broer, ik ken jou niet, man. Misschien wel, hè? Smijn is er ook nog steeds. Hey, dan met camera. Brood met camera. Hey, Asadu. Sean, hey, Jansen. Wij doen, kijk, weet je wat grappig is? Ik heb mijn auto voor zijn deur geparkeerd. Maar wij doen nu alles lopend. Waarom? Ik dwing ze mij aan om te lopen. Hij is dik, hij moet afvallen. Ja, maar... Je hebt zelf die beweging. Nee, ik vind het lekker lopen hoor, ik vind het niet erg. Ik ging vroeger ook altijd overal lopend naartoe. Nee, jij ging overal fietsen. Fietsen? Maar als ik geen fiets had, ging ik overal lopend naartoe. Maar je had altijd fiets? Nee, die van mij ging heel vaak kapot. Ik heb iets van 8 fietsen versleten in 5 jaar. Ja, je hebt mijn fiets nog steeds gepakt die je nog steeds niet terug hebt gegeven. Die kapot. Ja, nee. Die kapot. Die kapot. Gaan we in deze bed zakken, man. Of deze bankstellen winkel. Zijn ze gaan nu open? Weet niet. Nog harder zijn open. Er staat ingang, mensen liepen net naar binnen. Ga jij maar naar binnen, ja? Doei Ismael. Doei Ismael. Zo. Hoeft niet. Hoeft niet die losjoei. Niet nodig die losjoei. Hij wil vrouw kopen. Hij wil vrouw kopen. Deze jongens willen een eigen YouTube kanaal starten. Wat vinden jullie ervan? Zij denken het is makkelijk. Als het een goed idee is, kijk, ik heb laat tegen het gezegd, ons weten. Luister, ik heb tegen hem gezegd, jullie moeten doen, maar jullie moeten niet gelijk in het begin verwachten dat jullie gelijk duizenden views gaan pakken of iets. Het is heel veel investeren. Ja. Heel veel investeren, heel veel tijd investeren. Heel moeilijk. Beetje veel zoom zo, maar maakt niet uit. Uiteindelijk is het ik heb het een jaartje, ze zijn net wel een camera dit en ik zeg, ik heb een jaartje met deze gedaan, met een iPhone 5S, jarenlang hè. Jaarlang. Promotie Apple, waarom doe je dat? Ja, ze waarom mij nu doe je dat? Ik ga ze factuur opsturen, komt goed. Factuurtje sturen we op nu naar hun, geen probleem. Maar ik krijg gelijk eens 1000 facturen terug. Met advocaat en advocaat. Die iPhone die je in je zak hebt inleveren, terugsturen naar ons. Maar zij willen een eigen ding starten. Ik moedig sowieso iedereen aan die dat wil doen. Doe jullie ding. Ik heb tegen gezegd, ik help jullie met opzetten, met alles. Ik hoef er niks voor terug. We gaan weten dan. Wat hè? Nee, niet eten, een huisje. Oh, heten! Is algie. Achies. Nee, ze willen samen doen, hè? Achies. Ze willen samen doen. Achies. Nee, man. Als jullie met een goede naam komen. Je drop een naam voor hun samen, hè? Gewoon een naam. Dus dit is algie, Fishy. En dit is. Ismail Izzy. Izzy Smaal. Fizzy met die Griekse ei. Fizzy. F-I-S-S Griekse ei. Fizzy. Fizzytoep. Ja, Fizzytoep. Nee. Fizzytoep. Oh, je had gewoon naam van Fizzytoep. Fizzytoep klagen aan. Nee, vriend. Oh, dat is klagen aan. Klagen aan. Yes, mensen, zoals jullie zien, ben ik weer thuis. En zoals jullie zien, heb ik de camera neergezet. Want ik kom thuis en
ik in de brievenbus en ik zag dat ik een brief had gekregen van mijn media management bureau waar ik bij zit. En daarin zaten weer een paar andere brieven van jullie kijkers. Dus ik dacht van, het is denk ik wel tof om, het is niet heel veel, maar geloof me mensen, elke ding wat jullie mij opsturen, dat telt. Dus het is dit, maar ik zweer het mensen, het betekent echt heel veel voor me dat iemand zeg maar thuis wat maakt voor mij en dan een brief zelfs of een tekening en dat dan vervolgens opstuurt de moeite neemt om een envelop te regelen en een postzegel, adres over te nemen en op te sturen. Dat iemand de moeite neemt voor dit, voor mij, is echt voor mij, dit is liefde man, ik hou van jullie allemaal. En laat ik gewoon beginnen met een, laat ik zeggen, even kijken. Laat ik beginnen met het briefje wat ik heb gekregen. Hallo Youssef, ik Rabia ben een hele grote fan van je. Je hebt zulke leuke vlogs dat ik me elke keer verheug om je video's te zien. Dankjewel. Je bent een van de leukste YouTubers die ik ken. Ik zou het super leuk vinden als ik je ooit zou ontmoeten. Inshallah zou je veel bereiken, want dat verdien je. Mijn Instagram, zou ik niet allemaal noemen, mijn nummer zelfs. Ik zou het leuk vinden dat ik je zou willen. Groetjes, je allergrootste fan. XXX. Hier hoort ook een tekening bij, maar die heb ik apart gestuurd. Even kijken. Ziet dit eruit op jouw handschrift? Ja, dus als het goed is zit dan hier de tekening in. In ieder geval, dankjewel Rabia voor deze hele aardige, lieve brief. Echt waar. Even kijken. En. Ja, ja. Je allergrootste fan door Rabia. Dat is deze mensen. Check het. Check iets mensen. Ik heb gewoon een tekening van mezelf. Wauw man. Dit gaat sowieso ergens, dit gaat denk ik die gat daar bedekken. Of die daar. Ik moet even kijken. Alleen ik heb nog steeds niet speciaal. Ik moet speciaal van die plakkertjes hebben. Die je hierachter kan plakken. En dan tegen de muur. Als iemand weet waar die zijn, waar je die kan kopen. Vertel het me, want dan koop ik ze gelijk. In ieder geval, dankjewel nogmaals Rabia voor deze prachtige tekening. Kijk, super mooi. Oké. Dan de laatste brief. Aha, dit is waarschijnlijk, ik zie het al, een soort van tekening. Het is een tekening. Oh, een soort van tekening. YouTube stijl, blijven vloggen. FIFA. World, denk ik. Ik denk, je mist een L. YouTube World. Pauw, Youssef, YouTube. Nee, maar er zit geen naam bij. In ieder geval, dit is de tekening. Die heb ik ook gekregen. Zelfs mijn camera heeft diegene precies getekend. En het is ook een mooie tekening. Die gaat ook zeker rechts plaatsen in deze kamer. Kijk, geloof me mensen, alles wat jullie mij opsturen, ga ik allemaal in deze kamer zetten. Het is niet dat ik ze ergens op een hoopje ga zetten en dat ik dan die tekening ga vergeten. Tuurlijk niet. Ik ga ze gewoon echt letterlijk inlijsten. Niet inlijsten, maar ik bedoel gewoon ophangen in mijn kamer. Dus degene die dit heeft gestuurd, zet je ding in de reactie, zet je naam in de reactie. Dan kan ik je persoonlijk bedanken, weet je. In ieder geval hierbij, dankjewel voor het opsturen van dit. En een vlog gooi ik natuurlijk wel weg. In ieder geval, ik ga hier ook de vlog eindigen. Dat doe ik wel op een vloggende manier. Ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet hieronder een reactie achter te laten. Vergeet natuurlijk niet om deze vlog te delen op al je social media. Vergeet natuurlijk niet om mij dingen op te sturen. En stuur me gewoon op. Alles staat in de beschrijving, het adres. Stuur me dingen op en jullie zullen het vanzelf in de vlog langs zien komen. En vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten, want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...